Hallo allemaal, vandaag tweede kerstdag. Ook nu weer gewoon een video. Tweede kerstdag, wat gaan we nu tekenen? Ik heb weer mijn rode baret op. Ja, ik vind rood, dat hoort bij kerst, dat kleurt leuk bij kerst. Maar wat gaan we nu tekenen, tweede kerstdag? Ik denk, laten we die herders, die schapen maar eens gaan tekenen. Hoe teken je nou een schaap? Schaap hebben we volgens mij al een keer gedaan. Maar hoe tekenen we daar nou een herder bij? Een herder met schapen. En die zagen natuurlijk de engelen zingen. En die gingen daardoor naar het kindje Jezus toe. Maar hoe teken je nou een herder en een schaap? Laten we dat eens vandaag gaan tekenen. Een herder en een schaap. Doe je weer mee? Ja, vandaag is het tweede kerstdag. Wat gaan we tweede kerstdag eens tekenen? Nou, ik dacht, laten we die herders inderdaad eens tekenen met die schapen. En hoe ziet zo'n herder er dan uit? Nou, wacht, ik ga dit. Je ziet hier nog een beetje iets. Kijk, dat is wat je dat allemaal doordrukt. Dus ik ga even nog een extra schoon velletje erboven leggen. Dat het ook echt wit is, anders zie je een grijsvlak. Laten we die herder eens tekenen. Nou, hoe ziet zo'n herder eruit? Laten we hem gewoon zo tekenen. Nou, wat heeft zo'n herder? Een baard. Laten we hem gewoon een zwarte baard geven. Zo. En een snor. Zo. En ja, wat hebben ze daar in die streek? Als je dan kijkt, die herders van toen, die hebben zo'n soort tulband. Of wat is het? Ja, een doek op hun hoofd, zeg maar. Met een, wel een overflap dat ze een beetje hun nek beschermen tegen de zon. Zo. Dan hebben ze een soort mantel aan. Zo. Hieronder hebben ze dan een soort sjerp. Over die. Laten we wat borsthaar geven. Zo. Een beetje stoere herder. Laten we ervan maken. Zo. Zo. Hier heeft hij de staf vast. Dat is een herderstaf. Zo. En hoe ziet zo'n staf eruit? Nou, die heeft een. Dat is een beetje Sinterklaas-achtige staf. Zo. Er zit een soort haak aan. En dat is om zijn schaap ergens uit te halen als die ergens in vastzitten. Of in een ravijn zijn gevallen, of tenminste een stukje naar beneden zijn gegleden. Dan kan hij ze met die haak eruit vissen. En dat wist ik ook niet, dat heb ik een keer gevraagd aan een herder. En die vertelde mij dat. Dus, ik denk dat ik hier allemaal onzin wil te verkopen. Maar dat is niet zo. Zo. Nou, dan hebben we de herder. Beetje schaduw nog. Maar, nou missen we natuurlijk nog de schapen. Dus laten we dan ook die schapen gelijk daarbij tekenen. Zo'n schaapje. Nou, dat kan natuurlijk vrij eenvoudig. We hebben al een keer schapen getekend. Zo. Nou, dat is een vrij eenvoudig schaap, denk ik zo. Ik vind het best een leuk schaap zo. Een lammetje erbij. Kijken of ik dat een beetje kan tekenen. Een lammetje. Zo. Lammetjes zijn natuurlijk wat kleiner. Uitkijken dat ik hier natuurlijk nu niet te klein ga.
Zo, nou, ik vind het... Het is bijna een kleine koe geworden, maar... Het moet echt een lammetje voorstellen. Dus, nou, goed. Misschien wat gras zo. En die schapen die lopen een beetje op de hei. Ja, hei is echt geen gras, hè. Misschien anders tekenen zo. Een beetje meer zo van die bloemetjes er ook in. En dan zijn het ook weer net weer andere schapen. Maar goed. Mag best wel wat... Wat gras zijn natuurlijk. Nou, een herder met zijn schapen. We kunnen er nog wat meer schapen bij tekenen. Ja, dat is een schaap, hè? Sommige mensen raken nog wel eens in verwarring. Maar wat is nou het geluid van een schaap en wat is nou het geluid van een geit? Nou, van een geit is het me en van een schaap is het bè. Nou, dat is dus het verschil. Een schaap is bè en voor een geit is het me. En ik had het weten, we hebben zelf vroeger schapen en geiten gehad. Dus ik was zelf zo dat ik elke dag de geit deed melken. En ik heb aardig wat lammetjes de wereld geholpen ook. En dat was vaak ook in de winter. Zo rond oud en nieuw. Er werden de eerste lammetjes alweer geboren. En dan zaten we soms nachten in de stal. Om een schaap te helpen lammen. Goed. Fijne tweede kerstdag. En ga zelf lekker nog wat tekenen. Ja, en ik wens iedereen gewoon fijne dagen nu met de kerst. Ik zie jullie morgen in de volgende video. Tot morgen.